Overal waar we kijken is een manier van storytelling te vinden in de breedste zin van het woord. Het is daarom steeds lastiger voor organisaties om zich daartussen te onderscheiden met hun eigen boodschap. Want hoe zorg je ervoor dat je eruit springt met jouw verhaal? Storytelling, ja, weet je, dat doe je met passie, met overtuiging. Wat voor ons heel belangrijk is met storytelling is dat het heel dicht bij de source ligt. Als wij kijken naar hoe wij dingen vertalen, kijken we eigenlijk altijd naar de essence. Dus de wat wil je vertellen, hoe ga je het overbrengen? En dan gaan we kijken van nou, hoe zou het in zo'n meest natuurlijke vorm verteld kunnen worden. Nou, dat is eigenlijk de grondfilosofie bij alles wat wij doen. En dat is kijken naar de wetten van de natuur en met name geometrie. Die kennis die proberen wij terug te laten komen in het project en ook daarmee een stukje te onderwijzen. Eigenlijk passen wij het in 9 van de 10 opdrachten toe. We hebben zojuist een project geïnitieerd om een bepaalde awareness te creëren voor iedereen die er langs liep. Dat ging over 4 animals, een walvis, een ijsbeer, een eekhoorn en een bij. En die stonden eigenlijk op hele prominente plekken. Eentje voor Utrecht Centraal bijvoorbeeld. En die stonden daar 3 weken lang achter elkaar. Overdag was het de sculptuur aan zich. Op het moment dat het schemeriger werd, ging de projectie aan en werd eigenlijk een verhaal verteld over de problematiek die te maken had met dat beest. De eekhoorn, die hadden we larger than life uitgebeeld voor de Tweede Kamer. Was een fantastisch mooie plek en die stond daar lekker mooi te zijn met een mooie projectie erop. En dan in één keer aan het eind van de cyclus verbrandt de eekhoorn eigenlijk. Wat we eigenlijk mee symboliseren dat zijn habitat compleet onderweg vandaag geswiped wordt. En dat is natuurlijk ook iets wat in de realiteit echt gebeurt. En dat wij eigenlijk door middel van installatie zo willen laten zien. Iedereen die aan kwam lopen, die wist eigenlijk gelijk al, hey, dit gaat over het ontbossen van, of hey, dit gaat over de biodiversiteit, of althans de bijen die langzaam aan het uitsterven zijn. Het leuke aan het vertellen van stories met installaties en kunst is dat je triggert mensen om hun eigen invulling naar te geven. En vervolgens gaan ze er naartoe om die bevestiging te zoeken. Dus te kijken, gaat het hier over? Dus je creëert een bepaalde interactie met je publiek. En ik denk dat ook wel de nieuwe manier van storytelling is.